Welkom weer terug bij een gloednieuwe video. Mijn naam is Zeeland en vandaag zijn we weer terug met een nieuwe Discord bot V13 tutorial. De vorige keer heb ik jullie laten zien hoe we een bot info command kunnen maken. Maar nu laat ik jullie zien hoe we een user info command gaan maken. Nou, voordat we gaan beginnen, ik ga nog even laten zien welke stukjes we nog gaan doen. Ja, ik ben hier. Hocus pocus, voorbereiding. Oké. Okay. Nu gaan we, informatie over de Discobot hebben we al gehad, de vorige aflevering. Dus dit is nu de 7e aflevering. Dus we gaan een user info command maken. Daarna nog een clear command. Daarna nog een slash command. Daarna nog een paar spelcommands. En daarna weet ik nog niet. Maar we gaan in ieder geval wel door als deze serie, vaak genoeg wordt bekeken. Dus laten we dan meteen gaan beginnen. Nou, eerst moeten we een pakketje gaan installeren en dat is, moment. Ga in de link in de beschrijving en dan kom je op deze pagina uit van NPM. Nou, dan zie je, weet ik veel, allemaal bagger informatie. Nou, dan staat hij in stal. Ja, dan klik je daarop of je klikt op deze icoontje hier. Dan heb je het gekopieerd. Ga je naar je programmatieomgeving. Doe je rechtermuisknop op je index.js en klik je op Open Integrated Terminal. En doe je Ctrl-V. Of je typt het gewoon over wat op de website staat. Nou, ik had hem al geïnstalleerd, dus ja. Okay. Nu moeten we als eerste iets gaan doen in onze index.js, een permission toevoegen voor ons. En dat zie je later wel. Dus we gaan naar onze index.js en we moeten bij onze constante client. We moeten een nieuwe intents toevoegen, dus dat doen we met comma, intents met een grote letter, punt, flex, punt, guild, laagstreepje, pro. Ik kan het niet uitspreken. Procentus. Moet ik ook even aanpassen in mijn voorbereiding. Hoppakee. Oké, als we dat hebben gedaan, hoeven we niks meer te doen. Hier. Zoals ik zei, we gaan een user info commandje gaan maken. Dus dan gaan we natuurlijk in een nieuw command aanmaken bij onze comments. Bij onze comments doen we rechtermuisknop en dan klikken we op nieuw file. En ik noem die even userinfo.js. We gaan de basisinfo van hallo.js binnenladen. Hup. Hocus pocus. Doen we deze command hier weghalen. En veranderen deze naam naar userinfo. Nou. Oh ja, ik laat jullie ook nog snel even laten zien wat jij mee kan doen. Je kan er dit mee doen. Bijvoorbeeld als je als je je prefix en dan userinfo typt zonder een naam. Dan krijg je je eigen te zien met je rollen, met de data wanneer je de server hebt gejoined, wanneer je account is gemaakt enzovoort. En als je het command doet, maar dan add en dan bijvoorbeeld wat ik heb gedaan, Mimashu, dan krijg je ook informatie over de andere. Nou, laten we alvast gaan duiken in onze code. Eerst moeten wij Discord en onze moment binnenhalen. Dus dan doen we hierboven. Constante. Discord is. Moet wel even Discord goed schrijven. Discord is require. De zaak is weer van een dubbele quote. En dan Discord.js. Nou, we kunnen net zo goed dit eigenlijk kopiëren en dan veranderen alles naar moment. Moment. Doe je ook even. Moment. Okay. Als we dat hebben gedaan, kunnen we nu beginnen met iets te schrijven. Ik ga jullie meteen wat uitleggen. Ik snap het niet. Ik ga het niet uitleggen, want ik snap het bijna compleet niet. Goede voorbereiding, maar ik snap het gewoon bijna niet. Doe maar var user away
is gelijk aan... Oh, ik heb al mijn toetsenbord. Is gelijk aan onze message.content.split. Want we gaan iets splitsen met een spatie. Ja. Nu nog iets. Onze var userArx is gelijk aan onze userArray. En dan .slice. Dus we moeten iets eraf halen. En dat is onze tweede berichtje die we hebben gestuurd. Dus 1 in de code. Oké, nu moeten we natuurlijk ook onze member binnenlaten. Dus dat doen we met var member is message. Moet ik even spieken? Mentions. Members. First. Dan doen we weer van die haakjes. En .comma. Nou, if als onze member niet bestaat, dan doen we in ieder geval. Member is dan, ja, jezelf. Dus message.member. .comma. Oh, mijn lieve god, nu moet ik even alles gaan uitleggen. Nou, wacht. Oké, ik vergroot het beeld zo meteen weer. Oké, we gaan over alle roles van die gebruiker kijken welke hij heeft. En dan moeten we nog de add everyone er vanaf weg moeten halen. Dus dan doen we zo. Dus dan doen we voor roles. Is gelijk aan onze member. Nee, wacht. Is gelijk aan onze member.rules.cache.size. En dan -1. Dat is onze add everyone. En als deze persoon nou, ja... Laat maar. Dus dan doen we var rule name, noem ik hem even, is gelijk aan onze member.rules.cache.map de zaakjes r met een soort van pijltje r. Oké, ik wacht wel even. Join, dan tussen haakjes een spatie. Nou, ik ga nog even verder. Replace. Tussen haakjes, dubbele quotes. Add everyone. Dan komma en dan weer van die, ja, haakjes. Oké, wat betekent dit? We gaan naar onze member. Die ze hier hebben opgegeven. Dan naar het rollen gaan van die member in het geheugen. En dan gaan we een rol eruit pakken. En doen we een rol met een spatie bijvoorbeeld joinen. En doen we onze add everyone eraf. Nou. Als deze persoon geen rollen heeft, dan moeten we dit gaan meegeven. Dus doen we if, de zaakjes, roles. Twee keer is, dan 0. Dan doen we rule name. Is gelijk aan onze dubbele quotes. Nou, ik ga dit even in vet geducht zetten. Geen rollen. Dan hier nog .comma. Nu gaan we ook zijn bijnaam en zijn status opslaan. Dus dat doen we met var. Status is gelijk aan onze member.preset.status. Dan hebben we dat ook hier in onze index.js toegevoegd. Dan doen we hier nog .comma. Nu gaan we ook onze nickname opslaan. Dus doen we met var nick. Ik doe hem ook even met hoofdletter nickname. Is aan onze member.nickname met weer een kleine letter. Oké.
als die persoon geen bijnaam heeft, dan, ja, dan gaan we net zoals bij rollen hetzelfde meegeven. Dus dan doen we met if. Tussen haakjes. Nickname met weer grote letter. Is iets 0? Of als zij dat niet snapt, doen we twee keer van die rechte haakjes. Dan doen we identify. Dat betekent als hij nickname geen nickname heeft of gewoon niet gevonden is, dan doen we dit. Nickname met weer een hoofdletter. Heel verwarrend. Is gelijk aan, ja, weer van de dubbel quote. Doe hem ook even in vet gedrukt zetten. Heeft geen nickname. Nou, in mijn voorbereiding staat het anders, maar ik ben Dinant. Oké, we zijn al bijna klaar. Hoezee. Nou, ik ga snel nog iets van mijn voorbereiding kopiëren. Dit hoeven jullie niet te doen. Dit is voor later. Nu gaan we een mooie embedje maken met al de informatie over diegene member of diegene gebruiker. Dus dan doen we va. Embed is gelijk aan new discord.message embed. Dan weer van die haakjes. Oké, hieronder kunnen we een kleur geven, een titel meegeven, een thumbnail meegeven en daarna nog alle informatie. Eerst gaan we een titel meegeven en doen we met punt set title, tussen haakjes. Dan gebruik ik weer van die gekke schuine haakjes. Dan doen we dolle teken gekrolde haakjes. Dan doen we member.user.tag. Nu gaan we ook onze kleurtje meegeven, dus dat doen we met... Nee, we gaan nu de avatar meegeven van diegene persoon die je hebt meegegeven. Dus dat doen we met punt, set, thumbnail, tussen haakjes. Dan doen we dan onze member.user.display, moet ik even spieken, display, avatar, URL. Nou, tussen haakjes, gekrulde haakjes, size, dubbele punt, 4096. Nou, ik ga dit even uitleggen. We gaan naar onze member kijken, dan gaan we op de user kijken van die member. En dan gaan we onze avatar displayen van die ene member. Met het grote van, 4096. Nou, nu gaan we ook een kleurtje toevoegen, dus dan doen we met punt zet. Color, tussen haakjes, dan hebben we van dubbele quotes. En als je ctrl spatie typt, dan krijg je een soort van alle kleuren. Je kan ook voor random kiezen, dan gaat hij alles random doen. Maar ik ga misschien even voor, maakt me niks uit, paars. Kan. Nou, nu kunnen we onze informatie meegeven. Dus dan doen we met punt, het field, tussen haakjes. Dubbele quotes, dan onze ID, dubbele punt, en doe comma. En typen we hier in member.id. Dan doen we hier weer comma, en dan true. True! Oké. En doen we, weer hetzelfde punt. Het field, de zaakjes. Dubbele quotes, nu doen we bijnaam is gelijk, comma. Dan nickname met weer een grote letter. Dan comma. True. Nou, nu gaan we nog een veldje toevoegen. Punt. Het field. De zaakjes. Dan onze activiteit. Wat we aan het doen zijn. Dus game. Dubbelquote. En dan weer comma. Dan typen we hem. Moet ik even spieken, want dit is best wel moeilijk. Member.presence.activities. En dan weer van die vierkante haakjes. 0. Of vraagteken. Dan doen we member.presence.activities. Dan 0.name.
Dan doen we ervoor zorgen dat er geen staat. Wat betekent dit nou? Nou, ik ga het snel even uitleggen. We gaan kijken welke status hij heeft. Als hij geen status heeft, dan schrijven we gewoon geen. Hij heeft geen game. Oké. Nu gaan we nog drie dingen toevoegen. De rollen, wanneer het account van hem is gemaakt en onze server, wanneer jij de server is gejoined. Dan noemen we punt. Het field, de zaakjes, dubbel quotes. Ik doe hier even de, ja, wat zou ik doen? Ja, goede keuze. Nou, hierachter doe ik ook even een comma schrijven. En dan troep. Nou, hierin zou ik wel even doen. Server gejoined op. Dubbele punt, dan comma. Oké, nu gaan we iets moeilijks doen. We gaan onze moment. Dan de zaakjes. Moet ik even kijken. Member.joined. Add. Dan punt format. De zaakjes is dan dubbele quotes. Oké, nu komt het. We hebben onze moment gedaan, hè. En hier moeten we een formaat meegeven op de website. Ja, ook in de linkje in de beschrijving. Scroll je helemaal naar beneden en staat hier Dutch. Of Dutch Belgium. Maar ik ben Nederlands. En niet Belgisch Nederlands. Ook al klink ik wel zo. Nou. Kan je hier verschillende dingen in kiezen. Dan moet je deze pakken. Alleen deze. Nou, ik ga voor... Normaal zou ik voor dubbele LL gaan. Maar nu ga ik voor LLL. Dus deze. Dan doe ik deze kopiëren. En dan kom ik hier naartoe en pak ik hem hierin. Nou, eigenlijk kunnen we hetzelfde doen. Gewoon dit kopiëren. Oh. Doe punt. Dan Ctrl Z. Hier doen we iets anders. Dus user.created. Oh. Created. Ja. Dan doen we hier account gemaakt op dan dat. Oké. Okay. Nu gaan we nog de allerlaatste, de rollen, toevoegen. Dus dat doen we met... Ik had deze trouwens even weg. Die hoort eigenlijk niet, maar oké. Nu gaan we nog onze rollen toevoegen. Dus dat doen we met punt at field. Field. De zaakjes, dan onze... Nee, doen we van die gekke haakjes. Ja. Doen we onze rollen. Dan doen we hier de zaakjes, dan van dolle teken, gekrulde haakjes, roles. Nou, hierachter doen we comma. Dan doen we onze role name. Hierachter kunnen we een punt comma zetten. Hierachter kunnen we onze message.channel. Message.reply. Reply. De zaakjes, gekrulde haakjes en embeds, dubbele punt, dan van die vierkante haakjes en dan onze embed van hierboven, die we dus zojuist hebben gemaakt. Nou, ik ga het laatste nog even uitleggen. Nou, hij heeft met rules alle rollen opgeteld en dan gaat hij meegeven hoeveel rollen jij heeft, hij of zij heeft. En daarna nog onze rol nemen, namen. Oké. Okay. Nou, ik zet deze ook even op true. Dus dan doen we comma true. Hierachter ook comma true. Hier doen we ook even comma true. Maar vergeet ik dat altijd? I don't know. Nou, nu kunnen wij onze distrobot gaan opstarten. Dus we doen de rechtermuis op onze index.js. En doen we Open Integrated Terminal. En typen we hierin. Ja, npm start. Moest heel even nadenken als ik wel de juiste had. Oké, okay. Je ziet onze user info is ingeladen.
Oh, dan gaan we naar Discord, dat is hier. Dan doen we onze prefix en dan user info. En dan kijk, dan zien we hier alle informatie van ons. Nou, je kan het ook zo doen om zonder true erbij te schrijven. Nou, boeien. Dan doen we onze prefix useinfo.add. En doe ik bijvoorbeeld even mijn testpersoon, Flatcat. En dan is er iets fout gegaan. Nou, we gaan kijken wat er is fout gegaan. En dat is onze status. Wat is er mis met onze status? Ik zou voor mijn part zou ik de status weghalen. Maar je mag het er laten staan, maar dan zou dat alleen niet werken. Nou. Kijk, ik ben een mens. Ik maak bijna elke aflevering fouten. Omdat ik het zelf niet uitprobeer. Dus als we nu user info gaan doen, dan uitroep dan het dinges. Zou hier ook de informatie komen te staan over onze lieftallige botje. Nou, in de volgende aflevering zou ik jullie vertellen hoe we een clear command kunnen maken. Daarna nog een slash command. En daarna nog een paar spelletjes. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Smash op die blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later!